Mijn naam is Marius. We zijn hier in Haarlem. En ik ga u meenemen op een historische speurtocht naar middeleeuwse toverkunst. Die ons nog steeds aanstaart in de straten van de oude stad. Althans, als je het weet te herkennen. Waar kunnen we een speurtocht naar de middeleeuwen nou beter laten beginnen dan bij een middeleeuwse stadspoort? Dus nou, dan gaan we maar eens even doorheen lopen. Hè? Daar is je toch min of meer voor bedoeld. Goed, stel ik ben een middeleeuwse reiziger en ik kom aan hier bij de stad. Nou, dan word ik welkom geheten door een vrij imposante stadspoort. Hè? Grote torens. Het lijkt een beetje op een kasteel. En dan gaan we eens even kijken wat er op die toren staat. Hoe word ik begroet? Wat staat er op die torens? Daar staan de ingemetselde tekens. En die willen mij als reiziger blijkbaar iets vertellen. Het eerste wat we daar zien is het wapen van Haarlem, de stad Haarlem. Nou ja, hier, hè, die kennen wij natuurlijk. Hoppatee. Nou, dat is duidelijk, hè? Oké. Daarnaast zien we het wapen van Oostenrijk. En dat is interessant, want we zijn hier toch bij een Hollandse stad. Hallo, laten we wel wezen. Waarom worden we begroet door het wapen van Oostenrijk? Nou, deze torens zijn gebouwd aan het einde van de middeleeuwen, late 15e eeuw. En toen hoorde Holland ineens, zo via vererving en zo ging dat in de middeleeuwen, bij het Oostenrijkse Habsburgse Rijk. En die wilden dat overal laten zien. Jongens, dit is van ons. Dus ook op een stadspoort. Ja, goedemiddag. Welkom in Oostenrijk. Ja, dat hoort er dus bij. Wat zien we daarnaast? Daar, tussen die twee wapens in zien we iets heel geks. Het ziet er een beetje uit als een kroontje. Wat is het nou eigenlijk? Nou, dat is heel leuk. Een vuurslag. Kijk, hier heb ik er zo heen. Het is een soort gebogen metalen beugel. En wat moet je daarmee doen? Dat werd gebruikt, zo. Het heet niet voor niks een vuurslag, om met een vuursteen vuur te maken. Vonken. Het is een aansteker. Dat is het, middeleeuwse aansteker. En je kan je voorstellen, het instrument om vuur mee te maken. Dat is toch een kracht, een machtssymbool van heb ik jou daar. Dit was het symbool van Habsburg. Nou, het is inmiddels helemaal duidelijk waar ik als middeleeuwse reiziger naar binnen ga stappen. Hè. Ik ben helemaal begroet, ik ben helemaal op de hoogte van de politiek hier en zo. Nou, we zijn nu aan de stadszijde, hè, aan de andere kant van de poort. We zien hier nog aangegeven waar die stadsmuur dan precies heeft gelopen. En aan deze kant zien we een kruis. Ingemetseld. Kijk, daar aan de zijkant van de poort kan je hem zien. Daar dan zien we er ook nog één. Die andere tekens, die kon je als reiziger goed zien. Daar werd je door begroet, hè, als reiziger. Maar dit kan je eigenlijk helemaal niet zien. Althans, je moet hem echt zoeken. Misschien heeft dit kruis dus een heel andere betekenis. Kijk, in allerlei culturen is een kruis al eeuwenlang een afweersymbool. Het is een bezwering om het onheil te weren. Weg, kwade geesten. Zoiets. En als je dat op je huis zet, dan is dat dus een bescherming van je huis. Of in dit geval, op een stadspoort, een bescherming van een hele stad. Het is een bezwering, het is middeleeuwse toverkunst. Ingemetseld in de muur. Ik noem het nu toverkunst, maar deze traditie komt natuurlijk voort uit een tijd waarin spiritualiteit, geloof, bijgeloof aan de orde van de dag was. In de middeleeuwen kon je simpelweg niet gelovig zijn. Het was de lucht die je inademde. En de katholieke kerk had daar ook allerlei heiligen voor om dingen te beschermen. Hè. Je kon heiligen aanroepen voor nou ja, wat je dan ook maar wilde beschermen.
En zo zien we hier een hele mooie gevelsteen van de heilige Sint-Nicolaas, de beschermheilige van de winkeliers. Nog altijd maakt Sinterklaas de gemoederen los bij de mensen, ieder jaar weer. En ook ieder jaar is hij in december de beschermheilige van de winkeliers. Maar goed, we hadden het over metseltekens. Dit soort metseltekens, want zo noemen we ze dus, vind je vooral in middeleeuwse gebouwen. En het grootste en belangrijkste middeleeuwse gebouw wat we in Haarlem hebben is natuurlijk de Bavo-kerk. Hier, kijk eens even. Nou, dan is het wel leuk om even op zoek te gaan hier naar metseltekens. En waar ga je er eentje vinden? Hier in een heel klein donker hoekje zit een ruitvorm. Maar waarom de metselaar dat nou deed, wat zijn bedoeling daar werkelijk mee was, dat blijft gissen. We hebben er geen geschreven bronnen van. Er is nooit een metselaar geweest, althans niet dat wij weten, die heeft opgeschreven: ik ga nu een ruit in de muur metselen en dat doe ik om die en die en die reden. Nee, helaas. Even kijken, hier zien we ook een ruit, of eigenlijk een ruit en een kruis gecombineerd. Als we nou bedenken dat dat kruis een afweersymbool kan zijn, dan kan een ruit meer een beschermend symbool zijn. Het staat ook wel voor vuur, voor licht. Ja, waar is men in de middeleeuwen nou eeuwenlang mee bezig geweest? Het verdrijven van het duister en het creëren van licht. Ja, er zijn dus allerlei varianten. Kijk, gewoon het kruis en we hebben de ruit. We hebben ook de combinatie daarvan. Deze komt ook nog voor, of juist zo, zo. Even kijken. Waar doen deze symbolen hier nou aan denken? Nou, ze komen onder andere voor in het runenschrift. De runen werden gebruikt door de oude Noord-Europese voorchristelijke culturen. En die tekens die stonden niet alleen voor klanken, maar mensen gaven er ook een magische, een bezwerende betekenis aan. Bescherming van eigendom, bevordering van vruchtbaarheid, dat soort zaken. En zo zijn dit soort oude tekens waarschijnlijk nog heel lang in gebruik gebleven. Maar hoe komen deze oude voorchristelijke symbolen dan weer terecht op een christelijke kerk? Want was de kerk daar juist niet hartstikke op tegen? Hè? Al die heidense gebruiken in de middeleeuwen, ja toch? Ja, dat gaat dus heel goed samen. Kijk, je kan geen harde lijn trekken tussen de ene cultuur en de andere cultuur. Het vloeit in elkaar over. Men neemt zaken van elkaar over. Zo is het altijd gegaan. En zo gaat het natuurlijk nog steeds. En zo komen oude heidense symboliek terecht op een christelijke kerk. Dit is een heel leuk metselteken. Het is een kruis opgebouwd uit 5 ruiten, maar je kan er ook een toverknoop in zien. Hè? Dat is een soort eeuwig doorlopende lijn. Dit soort metseltekens zijn behoorlijk onbekend. Bijvoorbeeld over de Bavo-kerk zijn stapels boeken volgeschreven, maar die metseltekens kom je daar nergens in tegen. Alleen volkskundigen besteden er hier en daar wel aandacht aan. Hè, die onderzoek doen naar volksgebruiken, bijgeloof. Maar het blijft een heel onbekend onderwerp. En dat valt ook niet zo op. Dat komt natuurlijk ook door de aanslag van de luchtvervuiling op al die bakstenen, waardoor je het nauwelijks meer ziet. Maar de meeste mensen lopen hier gewoon dagelijks voorbij en hebben dit nog nooit gezien. Nou, ook tegenwoordig hebben eigenlijk nog veel culturen en religies wel een vorm van huisbescherming. En of je daar echt in gelooft of dat je het meer vanuit een soort traditie doet, dat maakt niet uit. Bijvoorbeeld in katholieke kringen was het later gebruikelijk om met een krijtje te schrijven C en M en B. En dat schreef je dan op de voordeur. En dat deed je met 3 koningen.
De feestdag Drie Koningen aan het begin van het jaar. En de letters staan ook voor de Drie Koningen. Caspar, Melchior en Balthasar. Maar die drie letters die staan ook voor Christus, Mansionem, Benedicat, alias Christus bescherm dit huis. En ik heb dit zelf veel in Duitsland, in Polen, echt in katholieke kringen gezien dat ze het op de deur schreven. Maar ook hier in Haarlem, hier kijk eens even aan de andere kant, lopen we even hierheen. Kijk, prachtig. We zien ook het jaar 2020 op die sticker. Hè. Dit hele jaar is het huis weer beschermd. Het is een sticker, want ook de katholieke kerk gaat met zijn tijd mee, jongens. En de sticker is te bestellen in de webshop. We hebben nu metseltekens gezien op een stadspoort en op een kerk. Maar vind je ze niet gewoon op gewone woonhuizen? Nou, jazeker. En dat kunnen we heel goed zien op het mooie historische pand wat hier achter mij staat in de kleine Houtstraat. Dit is het oudste deel van het pand uit de late middeleeuwen. Daarna is het zo in de 16e, 17e eeuw uitgebreid. Maar hier in de voorgevel is geen metselteken te zien. Daarvoor moeten we echt eerst even naar binnen. Dus kom, loop maar meteen mee. En we gaan dan wel door een mooi middeleeuws poortje naar binnen. Kijk eens even. Ja. Als ik een oud pand bezoek, dan vind ik het toch altijd wel leuk om in de kelder te beginnen. Want daar vind je toch vaak de oudste delen. Hierboven is dit pand 1000 keer verbouwd. Maar hier staan we nog in een vrije middeleeuwse kelder. Kijk, op de kaart die hier hangt van Haarlem in de middeleeuwen, een reconstructie, kunnen we goed zien dat in de late middeleeuwen de meeste huizen hier, die zijn van hout. Het is echt een houten stad. Daarom zijn er ook niet meer zo heel veel middeleeuwse woonhuizen. Maar deze dus wel. En hij staat er ook op hier. Een mooi stenen huis. Hier uit het raam zien we precies de achtergevel van het deel van het pand van rond 1600. En daar zien we boven de vier vensters vier prachtige metseltekens staan. Maar ja, is dit nou huisbescherming? Is dit magie? Is dit gewoon decoratie? Of misschien een combinatie van beide? We weten het niet. En eigenlijk is dat ook wel zo spannend. De gevels tonen ons verhalen uit het verleden en wij moeten dat maar zien te begrijpen.